Yo, what's up, Bike Bros? Yo, what up, Bike Bros? What up, what up? We rijden op een dijkje, en we zijn onderweg naar Geocache nummer 2 van het nieuwe jaar. Geocache! Die vorige was wel easy. Heel eerlijk? Ja, die was echt makkelijk. Jij zei het ook gewoon al toen je hem zag. Ja, ik zei gelijk, wij zitten in een volhuisje. Dit is wel een lekker dijkje, man. Ja, dat is wel een lekker dijkje. Je merkt wel dat het zo gaat regenen, man. Het wordt wel heel donker ineens. Ja. Dat is niet best. Geen zin in. Wat voor geocache gaan we pakken? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er gewoon eentje aangeklikt, man. Oké. We gaan in ieder geval richting Babberug. Oké. Dus oma, als je deze video ziet... hometown van oma. Deze is voor jou. En voor de dames en heren die nu kijken en heel toevallig vergeten zijn om dat abonneerknopje te drukken. Gewoon ik bedoel, doen. Het mag gewoon. Gewoon het mag doen. Gewoon hoor. Doe het gewoon. Druk de knop in, jongens. Oh. Yo, kijk hier. Ga ik even kijken. Ja, dat zijn ook strijders, jongen. Dat is ook wel echt een community, man. Die scooters en crossbrommers en zo. Ja, man. Ja, klopt. Al die schakelbrommers en zo. Ja, dat wordt ook steeds meer het idee, man. Ja, klopt. Die gaan straks allemaal die overgang maken naar de toren. Ja, sowieso. Dat zijn wel allemaal motorrijders inderdaad. Kleine chaos, jongen. En straks krijgen we natuurlijk wel later ook weer dat het lange licht is, toch? Dat is ook wel lekker. Oh. Waarom flitst die? Weet niet. Komt toch gemakkelijk? Misschien doet hij net zijn lamp aan. Nou, dat kan ook. Hij dacht, ze zien me niet. Nou, dat lange licht, dan kun je gewoon 's avonds nog even rijden, toch? Nou kun, je wel s'avonds rijden, maar ja, dan is het... Dat vind ik ook wel echt lekker om te rijden s'avonds. Ja, ik ook. Maar ja, ik hou niet echt van om in het donker te rijden, man. Maar ik vind het echt chill. In het donker rijden? Ja, man. Ja, ik niet. Ik vind het een beetje zoals nu. Dat is ook niet zoveel mensen op de weg en zo. Ja, dat is waar. Maar nu is het ook nog niet echt donker, hè? Nee, maar het ik vind het zelf altijd prettig gewoon om ver vooruit te kijken. En een beetje gewoon, als het zo donker is, zie je vaak de weg niet zo goed, toch? Ja, dat is wel waar. Dat is het enige wat ik wat minder vind. Nou, soms moet je ook niet alles willen zien, hè. Ja, het is goed. En dan heb ik ook nog zo'n vizier dat wel een tintje heeft. Dus als het begint te schemeren, hier rechts trouwens. Als het begint te schemeren, dan zie ik al gauw niks meer, man. Ja, dat is waar. Al van die bladeren daar. Ja, joh, lekker heen maaien. Ik ga binnenkort even hier een keer rechts. Nou moeten we rechtdoor trouwens, maar binnenkort ga ik hier even rechts, ga ik daar even een reel maken, denk ik, man. Wat dan? Ja, daar heb je die brug toch waar je onder kan. Ja? Ja, even kijken of we daar wat leuks kan maken of gewoon even een mooie foto of zo. Daar zaten we vroeger altijd, toch? Ja, dan kan je sowieso dikke foto's maken. Ja, daar zaten we wel eens te chillen vroeger. Dat zijn ook van die gaarse plekken waar je dan gaat chillen, toch? Ja, super random. Onder zo'n brugje. Ja. Thank you.
laatste drie video's. Drie, vier video's. Er zijn vet veel mensen die vragen naar deze uitlaat. Ja, inderdaad. Waar gaan we heen? Links? Links, ja. Ik denk dat ik ook binnenkort even een videootje ga maken dat, dat ik de DB-killer een keer eruit haal. Ja, ben ik ook echt benieuwd naar dat ding. Ik heb dat gewoon nog nooit gedaan, hè. Nee, maar eerlijk, hij ook, klinkt ook gewoon hard. Zonde. Ja, hij is nou wel luid inderdaad. Ik bedoel, het zegt al genoeg als mensen vragen of de DB-killer erin zit, ja of nee. Ja, precies. Dat ze daarover twijfelen. Ja. Ik heb ook geen intentie om te gaan rijden zonder DB-killer, want als je dan wordt aangehouden, ben je sowieso de lul. Maar gewoon, ik wil wel even horen wat hij dan doet, qua knalder of zo. Nou knalt hij al af en toe, weet je, als ik het gas dicht draai. Oh ja, dat wil ik nog zeggen. Ik zie heel veel van die TikToks en zo filmpjes. Ja. Dus als mensen terugschakelen, dat ze dan heel licht zo dat gas zo eten doen. Dan knalt okay. Fucking hard, man. Dan moet je even proberen anders. Ja, ik weet niet of dat bij deze ook is, man. Ja, kan je wel proberen toch zo. Maar terugschakelen en dan een beetje... Gewoon terugschakelen. En dan gewoon echt zo je gas gewoon een beetje zo. Heel zachtjes zo. Nee, ik heb wel als ik terugschakel en mijn gas dichtdraai, zeg maar. Ja, maar dan knalt hij één keer. En mijn motor reageert echt gelijk op het gas, hè. Dus als ik ook maar een klein beetje met mijn gas doe, kijk dan. Dan gaat hij al, dan wil hij al, zeg maar. Ja, ik weet niet hoe ze dat doen dan. Als ik zo'n filmpje vind, dan stuur ik wel door. Ja, ik weet nog wat je bedoelt, maar dat ligt echt aan de uitlaat, man. Ik denk als je DB-killer eruit haalt, doet hij dat ook. Ik heb wel altijd de motor als het geregend heeft of zo, als het een beetje glad eruit ziet. Ik weet niet, man, het is wel sketchy in de bochten en zo, man. Ja, vind ik ook niet echt chill, hè? Hè? Vind ik ook niet echt chill. Maar je kan echt wel gewoon best wel gewoon redelijk door de bocht heen. Als het nat is of zo. Ja. Ja, volgens mij ook. Ik kijk wel eens die politievolger toch, de Jan Willem. Ja? Hij zit ook wel eens op de motor, of zie je wel van die motorfilmpjes van die polities. Ja? Die maaien gewoon rustig door die bochten en bladeren alles. Gewoon maximaal? Ja joh, die gaan gewoon, ik weet niet, man. Had je al exacte data voor je motor? Dat je die kan ophalen of niet? Nee, nog niet. Hij wordt volgens mij 4 januari wordt hij op kenteken gezet. 4? Ja. Oké. Okay. Misschien tweede weekend of zo? Ja. Of ja, tweede week januari, zeg maar. Ja, dat was wel de datum volgens mij. Even checken. Even kijken of je hem in het weekend kan plannen. Dat zou wel nice zijn. Ja. Maar je link? Ja, hè? Ja, daar kan ik ook even mee. Ja, precies. Het zal wel leuk zijn. Oh, ligt hier wat? Sok. Oh. Hier was een onderbroek vergeten. Dan heb je wel het met auto nieuw. Twee minuten en dan bundelen we er alweer. Oh. Het begint al gewoon donker te worden, hè? Ja, het begint echt al donker te worden. Het is godverdomme 4:30, kerel. Eerlijk, ik heb het gevoel alsof het gewoon 12:00 is. Ik kwam om 12:00 uit mijn nest, dat gebeurt ook bijna nooit. Oh, ja, ik... Waar moeten we heen? Rechtdoor. Oké, ik wacht wel even op deze Amerikaanse SUV. Ja, of niet? Een bakwagen. SUV, family car, hoe noem je dat ding?
Jij bent normaal ook al vroeg wakker, toch? Ja, man. Ik ben ook gewoon 8 uur of zo. Oh, hier vuurwerkje. Oh. Ik lag gewoon om 3 uur lag te slapen. Of ja, ging naar bed, zeg maar. Ja. Ik was voor 7 uur, was die klein alweer wakker. Dus zat ik al, lag ik alweer op de bank beneden. Lekker, man. Deze man blaast gewoon op de motor met 4 uurtjes slaap. Ik merk er ook niks van, moet ik heel eerlijk zeggen. Oh, hier moet er links. Links, 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 links. Hier rijken? Ja, hier, 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 hier. Ik ben hier nog nooit geweest, man. Dit is een heel nieuw stuk, man. Ik had dus normaal met die uitlaat, joh. Ja. Ik praat hem eens uit mijn oor. Nou, hier moet hij ergens zijn, man. Hier? Hij ligt hier in zo'n ding. Denk ik. Ook gewoon midden in zo'n woonwijk, toch? Hou eens op, jongen. Kijk, die mensen denken wel wat gebeurt hier, hoor. Ja. Iedereen komt ook gewoon kijken. Ja, ik voel me heel ongemakkelijk opeens. Oh, hij ligt gewoon bij die mensen in de tuin of zo, man. Bij de fanfare bent. Drum fanfare. Huisje 10. Hij ligt er bij die mensen in de tuin. Oké, waarom is dit zo gaar, man? Wie legt hem in zijn voortuin dan, ouwe? Ja, maar... Ik ga die hint zoeken, man. Ik ga die hint pakken, we moeten weg hier. Ja, ik vind het ook. Ik denk hier, man, bij dat putje hier. Denk je niet? Ik weet het ook niet. Nee. Dit is raar, jongen. Dit is kapot raar, jongen. Ja, maar ik heb ook zo'n helm op, toch? Dat is ook raar. Die mensen denken ook... Kijk, we hebben ook zo'n regenpijp, toch? Maar is dat ding? En ligt hij daar? Over, bij hem, bedoel je? Ja. Ik kan het toch checken? Ja, dat is wel raar, jongen. Zwaar even naar die camera, dan. Ja, mensen, waarom staat het met tussen 2 en 3, dan? Ja, ik weet niet. Nee, ik geen idee, man. Oké, nou laat maar hangen deze. Heel raar, jongen. Misschien moet je even die kinderen vragen, hulplijn. Nee. Die denken ook, wat zijn die aan het doen, joh. Kijk, guys. Wij zijn er klaar mee. We hebben gefaald. We hebben gefaald. We kunnen hem niet vinden. Maar, niet getreurd. Wij gaan wel door met video's maken. Oké, guys, allemaal weer hartstikke bedankt voor het kijken. Mocht je hem nou wel weten te vinden, weet je waar die ligt? Geef even een mini hintje in de comments, man. Of denk je, die gasten kunnen niks van, ik ga hem zelf zoeken. Ja. Doe het, alsjeblieft. Ik ben benieuwd waar die ligt. Vind je dit nou echt een fantastische video? Gooi even die duim omhoog. En abonneer, kan hier beneden. Light up the legs. En dan zien wij jullie terug in de volgende video. Ciao! Ciao, later!